Welkom bij het COVID-19 journaal. Als onderdeel van de aangescherpte COVID-19 maatregelen gaat ons land deze zaterdag en zondag tussen 7 uur 's avonds en 5 uur 's morgens in lockdown. Onze autoriteiten zien de noodzaak hiervan in, het fors gestegen aantal nieuwe besmettingen, maar ook uit de hand gelopen crowding in onze uitgangsgelegenheden zijn van doorslag geweest. De commissariaten en de politie zullen in alle districten extra streng opletten dat een ieder zich houdt aan de maatregelen die vanaf dinsdag van kracht zijn. Als u op straat rijdt, ik zal maar niet aannemen dat u op straat gaat, maar dus als je tegenwoordig op straat rijdt en je rijdt langs plekken, dan zie je toch wel dat er een behoorlijke drukte is. En de COVID-maatregelen, de COVID-mitigation-regels, dus dat zijn de regels die er moeten voor zorgen dat het zich niet verspreidt, worden niet in acht genomen. En die regels zijn: hou afstand, draag een mondkap als je dicht bij mensen bent en blijf zoveel mogelijk thuis. Feest niet, al dat soort dingen worden niet in acht genomen. En als we kijken naar de gevallen, de mensen die we interviewen, als ze ziek zijn geworden, dan horen we toch nog: ja, ik ben naar een feest geweest, ja, ik heb dit gedaan en die dingen gebeuren toch nog. We hebben dus nu heel wat gevallen, gisteren hadden we 26. De twee dagen daarvoor was het, eerst was het 20, 22, toen 20. En het lijkt er wel op, we hebben geen enkele reden om te denken dat het minder gaat worden in de komende dagen. Waarom denken we dat? Omdat de mensen die besmet zijn, al besmet zijn. Dus die mensen die ziek gaan worden, gaan al ziek worden. Maar we kunnen ervoor zorgen dat mensen die besmet zouden worden door die mensen die nu ziek zijn, niet besmet worden door daarop te letten. En nu weer heel goed na te gaan denken wat we doen. Echt niet dicht bij elkaar zijn. Als we een kleine meeting hebben, niet meer dan 10 mensen. En zoveel mogelijk dus de maatregelen in acht nemen. Dat zal ons helpen. We krijgen berichten van discotheeks die open zijn. Mensen die overal feesten. We krijgen video's, zien we ineens van feest. Ik zag laatst een video, deed de ronde van een feest van iemand waar iedereen heel mooi gekleed was, maar niemand had een mondkap op. Iedereen liep rond zo chic, zo dinges. Ik kan me niet voorstellen dat als dat feest, er worden nou gelukkig geen vergunningen, niks meer gegeven, maar als dat toestemming had, moet het wel volgens de richtlijnen. En ik zag met blote ogen dat de richtlijnen niet werden nageleefd. Dus we zien nu echt een toename en we zien duidelijke links. We hebben ten eerste gezien dat er dus vanuit in de buurt Noord, toch, waar dus toch wel een groter aantal Brazilianen woont, dat we dus eigenlijk hebben gezien dat een winkels waar men spullen voor goudzoek verkopen, dus eigenlijk één winkel, daar hebben we dus gezien dat rond die winkel heel veel besmettingen zijn geweest van customers en employees. We hebben gezien dat een meneer die een hotelrestaurant had, die is dus tijdelijk even gesloten. Die had dus ook was dus ook besmet en mensen van zijn gezin en zo om zich heen. Maar we zien dus wel dat die relaties er zijn. En uiteindelijk hebben we dus kunnen natrekken van mensen die contact hebben gehad met die mensen en dingen. Dan zijn we op ongeveer 33 van de cases gekomen die daarmee gerelateerd zijn. En je moet weten, als wij één case vinden, dan is het iemand die klachten heeft. Voor elke persoon die klachten heeft, zijn er zeker 5, 6, 7 of zelfs 8 gevallen die geen klachten heeft die besmet zijn. Dus als je 10 mensen hebt, dan is eentje heel erg ziek. 2 zijn een beetje matig ziek of gewoon een beetje ziek, dat ze toch wel bekeken moeten. En 2 zijn heel weinig ziek en de rest heeft gewoon niks. Maar ze zijn wel besmet en ze kunnen anderen besmetten. Dus dat is iets wat mensen niet in hun hoofd hebben. Dus dat al ben je gewoon helemaal lekker of zo, je kan besmet zijn als je overal rondloopt en je kan mensen besmetten. Verder hebben we ook een kleine cluster in een kerk, van kerkgangers gezien. En we proberen dus zoveel mogelijk duidelijk te maken in de kerk. Als je wil gaan, je geloof wil betuigen, dat is goed. Maar hou afstand en vooral het zingen. Als u zingt, dan gaat uw
gaat uw adem van helemaal van binnen naar buiten en u neemt alles mee. En u gaat zo luid. Dus het zijn fonteinen van virussen die dan worden verspreid bij mensen die zingen. Dus als je in een kerk zo zit en je zingt allemaal zo lovend en alle fonteinen gaan overal, dan wordt het ook een beetje moeilijker voor mensen. Dus daarom willen we ook vragen van oké, probeer dat op een dusdanige manier te doen dat dat niet kan gebeuren. En dus ook daarom zijn de maatregelen daarvoor afgekondigd. Ook hebben we gezien gelinkt aan een begrafenis van een persoon. Daar hebben we zeker al een stuk of 8 besmettingen duidelijk gelinkt aan die begrafenis. Maar die dame heeft koorts, die dame niest, die dame gaat naar die begrafenis en ze gaat daar voor mensen spuiten en praat met iedereen. Waar vraag je om? Wat zeggen we aan iedereen? Als je ziek bent, blijf thuis. Ga niet naar begrafenissen waar het veel op de pet is. Dus ga nog minder naar een begrafenis als je ziek bent. Dus dat soort dingen gebeuren. We zien het, we interviewen, we zien het in de contact tracing en we proberen dus wel zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is heel belangrijk dat we dus wel die lijnen volgen van mensen die ziek zijn en waar ze naartoe gaan, zodat we die kunnen zeggen dat ze thuis moeten blijven, in quarantaine moeten blijven. Dat we dus de mensen die contact hebben, die zijn dus de thuisquarantaine. En de mensen die positief zijn getest, die zetten we nog steeds in isolatie, zodat ze anderen niet kunnen besmetten voor minstens de periode dat ze besmettelijk zijn. En dat is één hele goede maatregel die in Suriname wordt aangehouden. Een hele goede maatregel die ervoor zorgt dat de verspreiding niet te groot is. Dus wij vanuit het BOG, vanuit de overheid, kunnen de mensen die ziek zijn en symptomen en klachten hebben, misschien wel herkennen. Als ze komen, kunnen we ze testen en dan kunnen we ze voor u in een besmettingsperiode afzonderen. Maar de mensen die geen klachten hebben, de mensen die niet ziek zijn en die mensen die wel besmettelijk zijn, die kunnen wij niet voor u herkennen. Die verantwoordelijkheid ligt bij u. Dat u weet hoe u afstand houdt van andere mensen en hoe u veilig blijft. In Amerika heeft de vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote het eerste vaccin toegediend gekregen. Dat deden ze publiekelijk. Hij noemt het vaccin een magisch medisch middel. History will record that this week was the beginning of the end of the coronavirus pandemic. But with cases rising across the country, with hospitalizations rising across the country, we have a ways to go. And I want to assure the American people that we're going to continue to make sure that our healthcare providers have all the support and resources they need to meet this moment. But vigilance and the vaccine is our way through. And building confidence in the vaccine is what brings us here this morning. You know, Mike Pence is the head of the coronavirus task force. He wanted to show confidence by taking the vaccine publicly. Notably absent from any of these public proceedings so far, as we were talking just before Mike Pence started speaking, is President Trump. You know, President Trump hasn't been scheduled to take the vaccine publicly. The White House has said that because he had the virus already, he might have antibodies, which means he doesn't need to take the vaccine. But Dr. Anthony Fauci, America's most trusted voice on this, has said that that's not true. You would still need to take the vaccine. President Trump seems to already also seems to be far more focused on trying to overturn the election results than anything else. He did tweet at the time of the Pfizer vaccine being rolled out over the weekend that he would look forward to taking it at the appropriate time. He has actually tweeted this morning as well, saying that the second vaccine from Moderna has been approved. U bent gewaarschuwd. Neem uw eigen verantwoordelijkheid en voorkom verdere verspreiding van het coronavirus. Minister Kenneth Amoxi had eerder deze week op een spoedpersconferentie van de regering al een strengere controle op de overtreding van de COVID-19-maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Omdat we weten dat aan het eind van december we sowieso meer activiteiten hebben. Er zijn meer mensen op de been. In de val mensen verkeren in een feeststemming.
Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat juist deze feeststemming kan maken dat er voor wat betreft COVID, dat we zwaar in de fout gaan. We moeten maatregelen treffen ten aanzien van hoe we om zullen gaan met Pagara, de verkoop ervan en het afschieten. Voor wat de handhaving betreft, ik heb het al aangegeven dat de politie in verhoogde mate controles zal uitvoeren, zowel in de avonturen als dag overdag. En het is, zoals ik reeds heb gesteld, niet om mensen onaangenaam te zijn, maar het is ter bescherming van het publieke belang, het volksbelang, omdat we zien wat er in andere landen gebeuren, dat ze al een tweede golf meemaken en dat ze terug moeten naar af. Dat willen wij niet voor Suriname. Vandaar dat de komende dagen we bepaalde maatregelen zullen treffen. Op vrijwel alle onderwijsniveaus begint kerstvakantie enkele dagen eerder. Dit besluit volgt na de flinke stijging van de nieuwe COVID-19 besmettingen. Eerder deze week werden ook 2 scholen gesloten nadat leerkrachten en leerlingen positief bleken te zijn. Er zijn in de afgelopen week 2 gevallen op 2 afzonderlijke scholen. Ik wil wel benadrukken dat de besmetting niet op school plaats heeft gevonden. Alhoewel in de media het anders overkomt, maar het is mij gerapporteerd dat de besmetting niet op school heeft plaatsgevonden. We zijn tot sluiting overgegaan. Ik moet wel benadrukken, kijk, COVID is een gezondheidsaspect. Het heeft met de gezondheid van de mens te maken. Dus, en er zijn protocollen ontwikkeld voor scholen. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat er procedure is, dat uit voorzorgsmaatregelen na afstemming, want dat is een van de stappen van het protocol, met gezondheidsautoriteit, in dit geval BOG, altijd in afstemming de school, sluiting van de school plaatsvindt. En uit voorzorg is dat gedaan. Vanuit de overheid is er namelijk een besluit genomen met betrekking tot de toename van de COVID-gevallen. Dat eigenlijk alle plaatsen natuurlijk waar er grote groepen mensen zich kunnen verzamelen, dat wordt beperkt. En het gevolg daarvan is dat inderdaad is besloten om de scholen toch iets eerder te sluiten. Maar ook vanwege de feestdagen, de drukte. En mensen komen op drukte af vanwege dus de periode van kerst. En om zoveel mogelijk te beperken dat mensen in grote groepen, en school, de schoolsituatie is een van die gevallen, dat we dat zo mogelijk beperken en vandaar ook dat besluit om 2 dagen eerder te sluiten. Bij suspecte gevallen op school treden de instructies die zijn opgenomen in de onderwijsprotocollen meteen in werking. Er zijn 574 scholen. Dus dat je een bepaalde mate van controle uitvoert, dat zou je steekproefgewijs kunnen doen. Maar op de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij de schoolleider, omdat de instructies duidelijk zijn. Een van de belangrijkste instructies is houden aan de 3 kernregels. Verplicht mond- en neuskap, handen wassen en afstand houden. Dus als dat wordt geconstateerd, dan hou je dus niet aan de regels. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. De scholen beschikken over de protocollen. En we gaan ervan uit dat die worden nageleefd. Een van de belangrijkste dingen, wanneer er wordt geconstateerd dat een kind ziek is, is dat het kind wordt afgezonderd. In een aparte plek wordt gezet van de rest. En dan de ouders gebeld en in contact treden met de gezondheidsautoriteiten. Omdat ook geen paniek gezaaid moet worden, want het kan ook, we zitten in de regentijd, het kan ook een griepje zijn, toch? Dus we moeten geen paniek zaaien binnen de school. Er is een procedure gewoon om het kind af te zonderen en de stappen te volgen die het ministerie heeft aangegeven in de protocollen. Voor onze onderwijsautoriteiten wordt de nieuwe situatie scherp in de gaten gehouden.
Mocht de COVID-situatie verslechteren, dan ligt er in elk geval een plan klaar. Zullen de scholen bij een nieuwe uitbraak dan gesloten blijven? Natuurlijk op basis van de ontwikkelingen dat de overheid zal nagaan wat de situatie is en eventueel stappen daartoe te nemen. En dat hangt helemaal van de situatie af. Het is niet een besluit dat alleen vanuit het ministerie van Onderwijs wordt genomen. Dat is een besluit dat door de regering zal worden genomen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Wat wij wel proberen vanuit het ministerie is natuurlijk ons voor te bereiden op wat er eventueel zal komen. We hebben een beetje geleerd, we hebben ook een beetje geëvalueerd in de laatste tijd. Dus op basis van die ervaring zullen we dan ook, mocht het komen tot een tweede golf, dat we ook op basis van die ervaring zullen moeten inspelen. Onze scholen krijgen dus vervroegd kerstvakantie. Voor de kerken, waar de hoogtijdagen van kerst plechtige diensten worden gehouden, kunnen de laatste zondag voor kerst slechts onder strikte voorwaarden open voor publiek. In dialoog met de christelijke kerken wordt door de regering gezocht naar werkbare oplossingen, meldt de communicatiedienst Suriname. Zo is besloten door de regering dat op zondagen de gebedshuizen maximaal 2 uur open mogen zijn. De regering Santokki-Brunswijk heeft onlangs het besluit genomen om de COVID-19 maatregelen aan te passen. Deze aanpassing komt na overleg met diverse stakeholders. Ingaande donderdag 17 december zullen de navolgende regels gelden. Restaurants zijn open voor afhaal, behalve als zij beschikken over een terras. Voor terrassen gelden de reguliere terrasprotocollen met de navolgende aanpassingen. Het aantal personen is nog steeds gebonden aan de beschikbare ruimte. Dit tot een maximum van 50 personen. Elk restaurantterras moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar seatingplan. Voor bezoekers geldt een maximale tijd van 2 uren op locatie. Ook is door de regering een clusterteam handhaving COVID-19 maatregelen geïnstalleerd. Dit team, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, zal inspecties en controles uitoefenen op verschillende plekken. We staan weer voor de taak om ook nu de COVID-19 situatie onder controle te houden. We hebben een goed deel zelf in de hand. Leef naar de regels die gelden en bescherm jezelf en anderen zo goed als het kan. Zo alleen blijven we corona de baas. Dit was het COVID-19 journaal. We zijn er weer een volgende keer.